Ja, heel bijzonder. Kijk, dit is een goed gevoel voor ons voor de komende weken. Maar ja, dit verhaal gaat natuurlijk de komende jaren. Ieder jaar komt er een kampioenschap en ieder jaar wordt dit waarschijnlijk herhaald. En zijn wij de jongens die voor die verandering hebben gezorgd. En dat is gewoon voor het grotere beeld, zeg maar, voor wat je meemaakt in je carrière is het bijzonder. Nou, hoe lekker was het eigenlijk om een wedstrijd zo vrij uit te kunnen voetballen? Ja, op zich viel dat wel mee hoor. Kijk, als je nu tegen een ploeg speelde die ook voor niks speelde, dan was het wat vrijer. En nu voel je toch de druk van het stadion en toch de atmosfeer wat je meekrijgt, de media eromheen. Je krijgt van alles mee natuurlijk. Maar uiteindelijk speel je daar wel om. Kijk, en we hebben allemaal jonge jongens en van dit soort dingen. Ja, dit geeft gewoon aan dat we karakter in de ploeg hebben. Ja, wanneer in de wedstrijd had jij in de gaten dat het mogelijk was om eigenlijk van de titel af te houden? Ja, in het begin vooral. En daarna zie je wel dat ze heel veel kwaliteit hebben natuurlijk. Dus ze spelen een flankspeler in en die zoekt op en die schiet gewoon goed binnen. Alleen ze drukte niet echt door naar de rust. Ik heb nog een beetje in de war van de hitte. Maar naar de rust drukte ze niet echt door. Dus en toen kregen we een kans en hij valt gelijk eigenlijk. Als je die mist, dan kan het wel eens doorratelen, zeg maar, die wedstrijd. En dan kan het zo blijven. Alleen toen het 1-1 werd, hadden we zoiets van dan gaan we het ook doen. En dan is dat besefte. Ja, voor dat moment heb jij volgens mij 3-4 keer de 0-2 voorkomen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik een paar lekkere ballen kreeg. En dat is alleen maar mooi. In zulke wedstrijden waar iedereen naar kijkt, wil je natuurlijk gewoon sowieso niet slecht opvallen. En als het even mee zit, wil je wat reddingen maken en positief opvallen. Dus dat was voor mij gewoon een goede wedstrijd. En ook naar vrijdag toe natuurlijk lekker voor mij. Ja, het feestje in afloop was redelijk groot. Ik zag je naar de Spinnenkop toesprinten. Het leek al wel of jullie al veilig zijn van de Eredivisie. Ja, maar dat was gewoon een ontlading. Maar daar heb ik ik denk als je de beelden terugkijkt, ik heb daar naar iedere wedstrijd, of nou Ajax is kampioenschap wel of niet, of een wedstrijd voor onszelf. Dat is gewoon de ontlading, de hele wedstrijd. Ja, ik ken al die jongens die daar zitten en ik weet hoe het leeft bij de supporters. Kijk, voor ons is het een wedstrijd om een goed gevoel te creëren en het is onze taak om dat te doen. Kijk, maar die mensen zitten natuurlijk met hun gevoel op de tribune van, we zullen wel eens even laten zien dat in Doetinchem niet te Zwolle valt. En dat is gewoon mooi als je dat voor elkaar krijgt, dan maak je die mensen trots en je maakt de regio trots. Dat is alleen maar mooi. En als het goed is, nog 4 wedstrijden? Ja, daar ga ik wel vanuit. Alleen je moet natuurlijk niet jezelf te dom af zijn. We moeten gewoon heel goed kijken naar MVV. En ook dat is gewoon een ploeg die gewoon kwaliteit heeft. En ja, natuurlijk komen ze uit de Jupiler League. Maar vorig jaar moest Go Ahead tegen ons en dachten ze ook dat ze dat wel even gingen doen. En dat is iets wat wij natuurlijk absoluut niet willen.